De eerste moment van blijdschap is hier in deze dunya. Wanneer je eindelijk je vast mag breken, kan je dat, mashallah, je hebt de hele dag gevast, eindelijk mag je een slokje water drinken. En het voelt alsof al je aderen worden gevuld, mashallah, met water, en je voelt weer de kracht komen. Ibtalat in uruk, zoals in de hadith, hè. Ibtalat in uruk, wat hebben we eruit, inshallah. De aderen zijn gevuld. Ah, wat een blij moment. En een andere blije moment is in de akhira. Je zal blij zijn dat je hebt gevast wanneer je Allah tabaraka wa ta'ala zal ontmoeten, beste broers en zusters. Broers en zusters, Ramadan tot Ramadan, en zeg maar, zegt de Profeet sallam, mukaffiratun lima baynahuma. Alle zonden die tussen de twee Ramadans zijn verricht, zal door Allah subhanahu wa ta'ala worden vergeven, zoals Allah, zoals de Profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd. Broers en zusters, iets anders wat wij kunnen leren tijdens de maand Ramadan, is wat ik ook merk, mashallah, dat ook wat toegepast en veel wat toegepast is, broederschapsbanden. Dat wil ik ook hiermee afsluiten. In de maand Ramadan is dit een uitgelezen moment om onze broederschapsbanden te versterken. Overal waar ik ga, mashallah, de afgelopen twee weken dat ik lezing heb gegeven, heb ik gemerkt, mashallah, alhamdulillah, dat de broederschapsbanden zijn toegenomen. De maand Ramadan, subhanallah, is een maand om ook uitnodigingen naar je familie, familiebanden ook te versterken, subhanallah. Familiebanden te versterken. En als er binnen de familie ergens ruzie was geweest, en jij bent de wijze van de familie, ruzie tussen broers, ruzie tussen zusters, ruzie tussen moeders en dochters en kinderen en dergelijke, en jij bent de wijze van de familie, gebruik de maand Ramadan om vrede te stichten onder jouw familie. Om vrede te stichten onder de gemeenschap. En subhanallah, zoals Abu Muslim was een tabi'i, tegen Mu'ad ibn Jabal heeft gezegd. Hij zei een keertje tegen Mu'ad ibn Jabal. Hij hield van Mu'ad ibn Jabal. En hij zag Mu'ad ibn Jabal ergens in de moskee op een ochtend. En hij wilde alleen tegen Mu'ad ibn Jabal iets zeggen. En dit is een sunna die wij ook zijn vergeten met onze zussen. We moeten vaker tegen elkaar zeggen dat we van elkaar houden. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Muslim begint naar Mu'ad ibn Jabal en zei: ja, Mu'ad, ik wilde jou Allah iets zeggen, maar mensen waren altijd om jou heen en dit wilde ik privé aan jou zeggen. En Mu'ad zei: ja, Allah, zeg het maar tegen mij. En hij zei: ja, Mu'ad, inni la uhibbuka fillah. Mu'ad, ik hou van jou omwille van Allah. En Mu'ad ibn Jabal zei: Allah, hou je van mij omwille van Allah? Abu Muslim die zei: Allah, ik hou van jou omwille van Allah. En Mu'ad ibn Jabal die zei: Allah. En Abu Muslim die zei: Allah, ik hou van jou omwille van Allah. En Mu'ad zei nog een keer: Allah, hou je van mij omwille van Allah? En Abu Muslim zei: Allah, ik hou van jou omwille van Allah. Abshir. Ik geef je goede nieuws, zei Mu'ad ibn Jabal. Ik heb de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gezegd met betrekking tot elkaar houden. Dat de profeet heeft gezegd, dat Allah heeft gezegd: Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabira min noorin yarbituhumun nabiyuna wa siddiquna wa shuhada yawm al-qiyamah. Degene die omwille van mij van elkaar houden, Allah zal hen op de dag der opstanden banken van licht geven. Dat zijn dus profeten en zijn dus martelaren en zijn dus de waarheidsgetrouwen, zeg maar, jaloers op willen worden. Dus dit is een maand van mahabba, dit is een maand van mawadda, dit is een maand van liefde, dit is een maand dat wij dat ook uiten aan onze broers en onze zusters. En daarom moeten wij ook elkaar uitnodigen, bijvoorbeeld bij de iftar. Broeder, mashallah, kom vanavond bij mij om de iftar met mij te verrichten. En overigens, het geven van iftar aan iemand die vast, dan krijg je ook nog de beloning van degene die heeft gevast. Zonder dat de beloning van degene die heeft gevast minder wordt. Subhanallah. En dan, toen zei Abu Muslim was toen heel erg blij toen hij deze hadith hoorde. En de volgende dag ontmoette hij een andere sahabi en hij zei: weet je wat ik heb gehoord van Mu'ad ibn Jabal over liefde voor elkaar? En toen zei deze sahabi: voordat je me vertelt, weet je wat ik heb gehoord van de profeet met betrekking tot dit onderwerp, liefde voor elkaar? Toen zei hij: vertel mij. En toen zei deze sahabi radiyallahu anhu dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd:
وجبت محبتي للمتحابين فيا من لفد هبت فربلخت خمان ودخيل دي أول فرناي فالأنكار هاو وجبت محبتي للمتزاورين فيا من لفد هبت فربلخت خمان ودخيل دي أنكار أول فرناكار أول فرناي أنكار بزوك ما شاء الله ووجبت محبتي أن لفد هبت فربلخت خمان دي أول فرناي أنكار هدية سخيفة elkaar geschenken geven. En dit is dus wat mijn zusters. Ik hoop dat ik met deze korte lezing mezelf en jullie heb kunnen herinneren over de vandaag van Ramadan. De waarde van Ramadan. Laat deze maand niet voorbij gaan met mijn zusters zonder dat wij de vruchten ervan hebben geplukt. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.